Hey kijkers van de Gamer Games en welkom bij geen GTA of geen Minecraft. Nee, we gaan een keer weer Black Ops gewoon. Oh, daar is een man. Oh nee, wat dood. Goed zo. Ja, ik ben weer. Oh, hey, wat? Hoe kan dit nou? Holy shit, hey. Weg. Hier naar beneden. Oh. Wow, niks, nee. Ik ga maar even naar de andere kant, dat lijkt me een slim idee. Maar ik ben weer terug van weg geweest en het enige wat ik eigenlijk daarop te zeggen heb op mijn 2 weken afwezigheid is slecht internet. En verder ga ik er ook niet op in en dat is een granaat. Oké. Waar zijn de mensjes? Oké, maar we gaan dus gewoon... Dat is geen slim idee. Dat is geen wegwezen hier. Weg. Niet goed. Oké. Ja, maar dus gewoon een keertje. Black Ops is lang geleden. En ik had er zin in. En ja, het is nu redelijk laat. Want we hebben... Ik heb net met Connor al... Weet je wel, Connor, die gast van de custom map. Ik hoop dat jullie hem nog kennen. Of hopen. Ik denk dat jullie hem nog herkennen, maar... Ja, dat was een beetje mislukt, want het spel werkte niet mee. Dus ik denk, dan neem ik alleen even een Black Ops mapje op en... ja, zo dus. En het gaat redelijk goed. Ik heb vanmiddag nog bij een vriend van mijn Black Ops op de PlayStation gespeeld en dat ging niet goed. Nee. Want daar kan ik... Daar kan... Nee! Shit! Verdorie. Ja, en dan word je in één keer in je reet gereept. Hé, hey, dat klinkt ook wel grappig. Reet gereept. Ja. En voor de rest heb ik niet veel te vertellen. Dus daarom gaan we ook maar gewoon spelen. En mensjes killen en zo. Ja. En wat... Oh, daar ligt gewoon een stuk karton. Nee. Kom jij hier? Ah, je hoeft niet eens naar daar te komen. Ik heb je gewoon meteen. Nou, trouwens, ik heb nog wel dingen te vertellen. Maar dan moet ik wel even nadenken. Dan moet ik even goed nadenken. Oh shit. Nee! Hij zat daar. Vervelerik. Ook een nieuw woord verzonnen. Vervelerik. Als je vervelend bent. Oké, maar wat had ik nou nog te vertellen? Ik had zeker nog wat dingen te vertellen. Oh, nee. Dat was niet slim. Dat was echt niet slim. Ik ben ook totaal geen pro of zo in dit spel. Oh, dat was een verkeerde knop. Ik moet die knop. Zo. Oké. Ik speel trouwens met de... Hallo? Nee! Wie schoot mij neer? Ja. Dan moet je niet met een zielig gaan doen met een light machine gun en dan door een muur heen gaan schieten, want dat is gewoon niet leuk. Hallo meneer. Zo. En nu komen daar heel veel mensen naartoe, dus dan gooien wij een granaat. Zo. Is dat slim? Nee, dat is niet slim. We moeten... Oh, nee! Maar ik had nog wel een double kill. Ja, zeker. En jij? Dood. Oh, nu is hij al dood. Jammer. En daar is niemand. Holy shit, hier zijn mensen. Ah, shoot. Ja. Ik ben echt geen pro, hoor. Dus alsjeblieft, vergeef het me. Voor deze faalheid. Ja, faalheid. Ik ga... 9 op 6, dat is goed voor mijn doen, dus we zullen het maar positief opvatten. Maar, ik zei net iets, hè. Ik ging net over iets praten, maar ik ben het vergeten waarover ik praatte. Dat is slim, dat is echt super slim van mij. Oh shit. Nee. Ja, dat was te verwachten. Dat was helemaal te verwachten. Ja, ik heb geen flauw idee waar ik het net over had. Maar was het dan belangrijk, vraag ik me af. Dan was het vast niet heel erg belangrijk, hè? Nou ja. Ja, ik weet het echt niet. Ik hoop dat ik er op kom. Ah, verdorie. Dat is vervelend. Nee. Oh, nee. Nee, geen... Ah. Dus ja... Maar ja, ik ga de draad weer oppakken. Ik ga weer beginnen. Zo. Ik ga weer beginnen.
Of ja, beginnen. Ik ben eigenlijk nooit gestopt, hè. Maar misschien zag het in jullie ogen er wel zo uit. Maar het was dus niet zo. Oh, we hebben al verloren. En ik ben nog niet eens klaar met mijn verhaal. Nou ja, dat is dan jammer. Want zoveel had ik nou ook niet om te vertellen. Het was gewoon een videootje even om te laten zien dat ik weer internet heb. Zodat ik weer kan uploaden en dingen doen. En ik zal nog wel van de week videootjes maken. En dan zal ik misschien dingen die ik dan wil vertellen uitleggen en doen. En weet ik het allemaal, want nu weet ik het even niet meer. Het is een beetje raar. Het is ook al laat op de avond. Dus ja, daar zal het door komen. Geef even een like, abonneer als je niet geabonneerd bent. En laat een reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende keer. En doei!